Scouting Phoenix uit Tiel heeft de wind weer in de zeilen. Na de nodige vergunningen en financiën komt er uiteindelijk een nieuw clubgebouw. Een mooi nieuw scoutinggebouw wat we neer aan het zetten zijn, eigenlijk met behulp van onder meer het Burgerweeshuis en het Sporenbergfonds, die ons ook een behoorlijke financiële bijdrage hebben gegeven. En we zijn nu zover dat we de fundering hebben kunnen neerzetten en dat er nou echt van alles aan het gebeuren is voor de nieuwbouw. Dus daar zijn we hartstikke blij mee. Veel werk dat gedaan moet worden om het gebouw uiteindelijk te realiseren, doet de vereniging zelf. We hopen nu in deze zomer een behoorlijke klap te maken, zodat we in ieder geval richting het volgende seizoen het grootste gedeelte van het gebouw hebben staan. Er is aardig wat geld verzameld in de afgelopen jaren om de huidige gedateerde gebouwtjes op de Hennepen te vervangen. Dan hebben we het echt wel over enkele tonnen. En daarvan hebben we een groot gedeelte hebben we al gefinancierd gekregen via donateurs of mensen zoals het Sporenbergfonds, het Burgerweeshuis en allerlei andere kleinere sponsoren ook. We zoeken nog wel wat kleine sponsoren om ook het hele project goed af te kunnen ronden. We hebben nog wat bedragen nodig, bijvoorbeeld voor het afronden van, van de binnenkant van het gebouw. Maar in het totaal hebben we dus echt over enkele tonnen en dat is heel veel geld voor een vereniging als dat van ons. Dus we zijn hartstikke blij met elke donatie die we al hebben gehad en die we nog gaan ontvangen. Om kinderen te enthousiasmeren was er in de wijk Passewaaij in Tiel een terrein ingericht waar de verschillende groepen van de scouting hun opkomst hadden. Op deze manier is het een leuke manier om aan nieuwe leden te kunnen komen. En ik heb in ieder geval vandaag al heel wat voor mij nog onbekende potentiële leden rond zien lopen. Dus dat is hartstikke leuk.